Los nou, los gryp. Kom Kasas, het hom. Uit nou olie 4, kom ons kyk wat gebeur hierso. Hy gee daar na van Reesburg. Hy word onderste boogloop, goeie duikslag ha. Deur gryp daar in die middel van die veld. Haas hy omkeer besit. Haal ek mense die agste man. Haas die groot agste man na daarvoor gaan. Vir die eerste punte van die wedstrijd. Ja, Kamu, Manu Geng. Manu Geng. Hy het prachtige naal daar. En van omkeer besit af, ja, het hy sy span sy eerste drie gedruk. Span geweest, ek nie, ek is helemaal happy met daar. En dan die eerste punte van hierdie spannende krachtmeting. Na 10 minuten se speeltijd, is het dan Grey wat die voortouw neem met 5-0. Prachtige dag hier in Brakkebel, een van die mooie voorstede, noordelike voorstede hier van Kaapstad. Die doelskop was succesvol en die telling groei dus aan na 7-0. Twee SA atlete wat hier in Grey's achterlijn is. Linke vleel, hier zo nummer 11, Ruben Smit. Nou ja, wat gebeur hier zo, kom eens kijk. Dit is die scheidsrechter. Word gedreven daar, wat is daar? Lijkt daar, Is dat die vastkoopstad, die kaptein? Alexander Winterbach. Die kaptein van Grey College, wat daar van die tweede drie van sy span oorval, na sterk drywerk daar vanaf een lijn staan, en hy val daar oor van sy span sy tweede drie, om die telling nou te laat aangroei, na 12-0, kom ons kyk of Bassies kan terugkom hierso, kom Ludwig voren toe, wat tref hom nou, lyk goed, ja, skitter in die skop, nou ja, met kaal voete was het uitstek in die skop hier gewees. En wat gaan we doen? Ja, dan gaan we lijkt me net uitjagen. Scheidsrechter sê dus rusttijd hierzo. En die telling is dus 14-0 met rusttijd in Grey College guns. Tros Okavango bied jou die lekkerste kos en lekkerste saamkuier. Kom maak 'n draai en beleef kos soos jou maasin. Elke Vrydag en Saterdag is daar ook lewendige musiek. Tros, jou maase kos. 'Cause you can't get too much of a good thing. Hard tackle. Lai. Daar wil ek iets gebeur. Hierdie man is hier voor my. Lankan. My hands! Push, Grey, push. Dankie. No. Weg nou, Grey, druk terug. As hy nou aangeval is, die Bastion, wat sê die skuitrechte speel? Release. Oordeel. Ja. Kasas, Grey vir hom. Nee, skuitrechte sê, nee, hy sien tevrede nie. Ken een straskop toe daar aan, Bastion. Sit neer die bal. Wait. Nou wat sê die skuitrek by die, Kasas gee vir my daar, wat sê nie, hy sê tevrede nie. Kom gesê, wacht, sit nie die bal. Sê die beer, wat sê daar, praat daar met Grey manne, sê die hulle moet terugwees tot op die doellijn. Right, nou kan ons speel. Kasas gaat hom nou uitgee, hy gaan hom nou tik, kom ons kyk, tik hom, nou gee hom daar, aan een lang kreer gee daar naar Van Rensburg, hy gee een lang ene naar buiten toe, haag gaan die kaptein oor, ja, 3 daar. Right, dankie. Kaptein Alexander, right, die speler, lang na die tijd, geduik op die speler, ons gaan restart met een penalty tegen julle hoor, solf my achter die doen, please don't dive on the play after they scored, go back, it's not a yellow card, go back, down the post. Ja, die hele achterlijn kaptein, even genade, maar daarna een mooie achterlijn beweging van Bastion, oorgeval het vir sy span sy eerste punte, kom maar voor en toe nou, kom ons kyk wat gebeur hier zo, goed getrek. Ja, die plaas kip omhoog. Uitstekende skopie zo. Uitstekende doelskopie zo. Dier nummer 13, Andries de Jager. Ons gaan restart met die penalty. Nou is hier soos hulle sê die Gara is aan. Telling is nou 14-7. Ja, is een baie belangrike skram. 5 meter van die doellijn af van Grey College. En dit sal kansens wees dat die bal voer in die skram. Boing! Play op. Skram. Kasas geef hom in, dat is een goeie skram daar. Gebruik die bal. De kok het tel van hom op, kom eens kijk wat hy maak. Wat maak hulle?
Wat hier is kijk rechter. Hij ken die drie toe. Hij ken die drie toe. Die achtste man naam het een sterk loopie. Nou ja, hij wordt super. Bedag. Die oog baie gevang. Tristan de Kok, die onderkaptein. Wat met een sterk loopie achter die skrammie bal oppak. En oorbeer vir sy span se tweede drie. Nou is hy vet in die vier. Hy sê, Bian Bredenkamp, die hakker van Grey was omkant. En daar gaan paarden toegemik word. Nou ja, as die skop succesvol is, is het tamelijk een langskop voor een laatskoolkind. No charging maar, no charge is a penalty. Waar is jy dan, man? Is in die middel van die veld, so 11 meter, nee, skies toch, so 9 meter binnen die halfgebied van Grey, net so amper op die 10 meter stippeling, middel van die veld. Maar Andries de Jager gaan kijken of hij zijn span kan voor de eerste keer in die krachtmeting kan voorkrijgen. Kom hier voor en toe. Baie belangrijke skop hier zo. Kijk die palen nou. Kom hier voor en toe. Tref die bal goed. Kom eens kijken wat maak hij met die laag. Klaas schiet omhoog. Klaas schiet omhoog. Dit is nou in die laatste minuut wat hierdie krachtmeting. Bang! Scrum! Terug 6! Geet terug 6! Kaarsens, het voor hem. Kaarsens, kom hier om die scrum. Kom hier daar. Hy moet daar vastgepad hier zo. Daar is een man uitgeboener. Ja. Front toe. Hoe lijkt mij is het... Maak vir my oop asseblief nie. Grey wat die lijn staan met voer, maar hulle sikkel in die lijn staan. Bedag. Kom ons kyk wat gebeur. Ah, weer die bal afgevat daar door door Bastion. No hands! Kom ons kyk wat gebeur hier so. Nou staan hier die man nie. Wat sê die skuitrechter? Ja, blaas hier een vlekkie. Hey, blaas hier een vlekkie. En dis dan Bastion. Wat hierdie baie belangrike wedstrijd. Dis in 200 wenne, bonne spanne bedag wen. En die kinders het die veld gestorm hier so. Ek hoop jy die rugby saam met ons geniet.